Yo, Gianan hier en welkom terug bij Breaking Point voor aflevering 3 voor het volgende scenario. Heb jij de vorige 2 afleveringen gemist, dan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Ik heb een afspeellijst gemaakt, die kan je zien door rechtsboven in het i'tje te klikken. Ben je trouwens nieuw aan mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 content. Schakel ook gelijk een belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like me als jij hem leuk vond, dislike me als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dan gaan we gewoon lekker door met Breaking Point in Silverstone. Belooft een leuk scenario te gaan worden. Daar gaan we dan. En we zijn inmiddels aanbeland in Silverstone met nog 7 rondes te gaan in de wedstrijd. We hebben een lekke band en ja, in die 7 ronden moeten we dus naar voren zien te werken, als dat gewoon lukt. Eerst de pitcrew opzoeken. Objectief is pit and replace your tires. Nou, dat komt sowieso goed, want we gaan dus naar binnen bij dit lange gedeelte van de pitstop. Want ja, de pitstraat is hier gewoon extreem lang. Dus we gaan heel veel tijd kwijt zijn aan deze pitstop. En met nog 7 ronden te gaan in de wedstrijd, ja, moeten we dus wel zorgen dat we misschien wel kunnen terugkomen. Als dat hopelijk klopt. De pitstop is 2 seconden. Dus dat is gewoon heel snel. En nu moeten we in de punten finishen. Oftewel, we moeten 10e of daarboven eindigen. Dus dat belooft nog wat. We zijn op dit moment naar een P19 zelfs. Nee, een P18, dat zeg ik fout. Een P18. En komen voor Kevin Magnussen de baan op. En we rijden er al gelijk naartoe, want we hebben een verse set softbanden. Hebben hier nog geen DRS, maar zitten in de slipstream. Lukt dat? We remmen heel laat naar Magnussen toe. Mooi via die buitenkant ingehaald. Zo doen we dat. En P17 is van ons. De volgende heet Nicolas Latifi. Voor P16. Daar hebben wij dan dus Latifi als ons doel. Betere exit en we zijn er mooi via die binnenkant voorbij. Rood in sector 1 en 2 paars sectoren, dat is goed op te zien. De volgende heet Daniel Ricciardo. Dat gat is ongeveer 6 seconden. En dat moeten we dus zien dicht te rijden. Nog 6 posities en dan zijn we in de punten. Dus ja, het kan nog spannend worden. Daar hebben wij dan dus Daniel Ricciardo. Sorry, dat is Giovinazzi, want Ricciardo is Giovinazzi gepasseerd. En wij passeren dus nu ook Giovinazzi. En we zetten de snelste raceronde neer. Dat is goed om te zien. We kunnen het niet wagen bij de eerste bocht. Dan maar op de exit proberen en hier naar de buitenkant kijken. Laat Ricciardo niet leven. Ricciardo komt wel terug, maar we knijpen hem daar af. En P14 is van ons. De volgende heet Kasper Akkerman. En daarvoor rijdt Sebastian Vettel. We hebben Akkerman inmiddels in het vizier. Hebben hier volgens mij ook een betere exit dan onze Nederlander. Ja hoor, zet hem hier brutaal ernaast. Een beetje wielbengen. Maar dat is gewoon gelukt. Akkerman helemaal van de baan gekegeld. Maar ja, dat hoort nou eenmaal bij de Breaking Point Story Mode. Vettel is de volgende. Kunnen we hier diep inremmen. Kijken, laat bij de Duitser. Hij blokkeert zijn beide banden. Wij raken elkaar zelfs. En kruisen agressief terug. Schiet hij een klein beetje door. Vettel kan terugkomen. Maar die heeft een momentje. En Kasper Akkerman kan gelijk meekijken. Vettel rijdt namelijk op de harde band. Albon is de volgende. Die rijdt ook op de harde band. Dat gat is 4,1 seconden. Er zijn nog 13 rondes te gaan in de wedstrijd. En we zitten op een P12. Daar hebben we Albon. We hebben hier een betere exit. En P11 is van ons. De volgende heet Devin Butler. Dat gat is 1,8 seconden. En we zien hem al rijden.
daar hebben we dan dus Devin Butler. Die gaat een klein beetje wijd en we profiteren gelijk. Maar Butler geeft niet op, we duwen hem daar wijd. Maar die komt gewoon terug. En dat lukt hier met z'n tweeën door die bocht. Jazeker lukt dat. Wat bij Max Verstappen en Lewis Hamilton niet lukte, lukt het hier dan gelukkig wel. Ook wij zaten dit keer aan de binnenkant. En ja, we mochten van geluk spreken dat Butler niet de deur dichtgooide. Want anders hadden we eenzelfde crash wat Max en Lewis hadden in real life. De volgende heet Danique Fiat en die kunnen we hier al misschien in het vizier krijgen. Omdat we namelijk sneller zijn dan de Rus. Die heeft een oude set medium banden op zijn auto. En kijk eens aan, we nemen veel snelheid mee naar de ene laatste bocht toe. We kijken, maar Fiat houdt zich breed. Dan moeten wij het hier gaan proberen aan die binnenkant. Dat lukt net niet, want Kwiat verdedigt heel erg scherp. En we moeten het bij een volgend punt zien te proberen. Lukt dat hier al bij de tweede bocht? Ah, Kwiat, wat doe je, jongen? Danny Kwiat is een beetje agressief bezig. We schieten hier een klein beetje door. En Kwiat kan terugkomen. Achterlangs terugkruisen doet de Rus. Nou, we knijpen hem daar mooi af. NP9 is van ons. De volgende heet Carlos Sainz. En daarvoor rijdt Charles Leclerc. Maar Kwiat komt terug. Tot mijn grote verrassing komt Kwiat terug. We moeten daar een beetje ontwijken. Want anders raken wij de Rus. En zijn we een volvleugel kwijt. Duwen daar ook Kwiat kwijt. Ik wou bijna zeggen kwijt. Maar het is wijd. Maak een klein foutje zelfs. En Devin Butler heeft Kwiat gepasseerd. Voor P10. Diezelfde Butler zet nu een aanval op ons. Maar die aanval hebben wij mooi afgeslagen. En dan gaan we zo meteen de laatste ronde in van deze grote prijs. Dat ziet al aardig op. Het gat naar Carlos Sainz is 4 seconden. Dat hebben we helemaal dichtgereden in ongeveer een half ronde tijd. Carlos Sainz voelt de druk van ons. We nemen hier meer snelheid mee dan de Spanjaard. En zijn er gewoon voorbij. Dit wordt toch spannend bij Mackets en Beckets. Maar wij hebben mooi de snelheid. Lewis Hamilton wint zijn thuiswedstrijd. We kunnen misschien nog Charles Leclerc gaan aanvallen voor P7. En dat zou wel heel mooi zijn als dat gebeurt. Max Verstappen wordt tweede. Bottas wordt derde. Leclerc voelt de druk voor P7. We kunnen laat inremmen bij de Monegask. Hij verdedigt die binnenkant. Maar wij zijn er al voorbij. Kruisen naar hem toe. En die plek is officieel van ons. Dat betekent dat wij een mooie inhaalrace hebben gereden. En mooi punten pakken voor Racing Point. En gaan ons opmaken voor het volgende hoofdstuk. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Here we are then. A fantastic British Grand Prix. And what a performance it was from our race winners today. What a race for young Aidan Jackson. If he can keep this up, he's got a long, promising career in front of him. Absolutely. He'd have been gutted about that puncture. Imagine what kind of challenge he'd have been able to make without it. You've got to give it to him, though. He gritted his teeth and pulled it back. Great driving. Now, whisper it quietly, but things seem to be on the up for Racing Point's Aidan Jackson. One to watch. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. To Monza, where the crowd are ready for today's action, and we hope you're ready to see the world's best drivers fighting it out for that number one spot. It's time for the Italian Grand Prix. With top speeds reaching 215 miles per hour, only a few places can challenge Monza's crown as the fastest circuit in F1. Hard braking zones going into the three chicanes make up the majority of the 11 corners on this 3.6-mile circuit. And just in case the slipstream wasn't enough, two DRS zones will help encourage some closer action. Here we are then, Monza, the 90th time this event has been held. So a special year for F1 fans, particularly the Italians, who are rightly proud of this event
and its heritage. Yeah, it always feels a bit special here, doesn't it, Crofty? Hamilton holds the joint record with Schumacher for number of wins here at 5 apiece, but could snatch it outright today with a 6. Nearly 100 years of history here, so let's see what this year holds in store for the Italian Grand Prix. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Ackerman, Carlos Sainz, and Kvyat, Norris, Ricciardo, Gasly, and Alexander Albon, Ocon, Leclerc, Antonio Giovinazzi, and Butler, Vettel, Grosjean, George Russell, and Aidan Jackson, Magnussen, and Nicholas Latifi. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Right, let's see if we can squeeze some performance out of this new power unit. Good luck out there today. Nou, we hebben dus een nieuwe power unit en daar moeten we het beste van zien te maken. Hopelijk dat we misschien naar de punten kunnen toerijden. Italië ben ik altijd sterk op. Dus ja, daar gaan we dan voor. Ja, breaking point. Race nummer 2 van deze aflevering. P18 staan we op de grid. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan George Russell. Beter weg dan Grosjean. Beter weg dan Butler. Nee, niet beter weg dan Devin Butler. Wordt op het gas gedwongen. En Butler doet daar even een beweging. Moeten daar gewoon... ja... gelijk actie ondernemen. Ackerman naar P2. Die moeten we dus zien te passeren. Maar op dit moment een P13. Ocon heeft ons gepasseerd. En we voelen de druk van Giovinazzi en Devin Butler. Ackerman naar P2. Doen hier een divebomb naar Gasly. Nee, naar Ocon is dat. En dat is mooi P12. Kunnen we hier dan zo meteen al gelijk Gasly aanvallen. Mooi via die buitenkant. Lukt dat? Dan moeten we hier... nee, ik wou net zeggen. Dan moeten we hier achterlangs kruisen. Maar dan bij deze exit op Lesmo 2 is dat gelukt. Gooi onze overtakeknop aan. Maar Gasly is snel. Komen terug in de slipstream. Kijken naar de binnenkant. Laten hem diep inremmen. En P11 is van ons. Ricciardo is de volgende. En hebben we hier al een betere exit dan de Australiër. We moeten even actie ondernemen. We hebben ook slipstream van Alexander Albon. Ricciardo geeft niet op. Maar we remmen heel laat in en dat is gewoon P10. Albon heeft het hier ook heel slecht. Zijn exit is gewoon zo zwak. Bottas zet de snelste raceronde neer. Ackerman naar P4. Wij hebben slipstream van Lando Norris. En Alexander Albon, nou die geeft ook niet op. Maar we remmen laat in. Oh jezus, Albon remt nog later. Blokkeert daar wel zijn beide banden. En dat is P9. En we kregen een melding. Ja, we mogen vrij racen met Kasper Ackerman. Dus dat wordt leuk. Dus we gaan het lekker agressief doen. We zitten nog steeds in ronde nummer 2. Norris is de pineut. We hebben hier een betere exit. Nou, Norris geeft ook niet op. Maar we duwen hem daar wijd. En P8 is mooi van ons. De volgende heet Carlos Sainz in zijn McLaren. Dus we moeten even na gaan denken wat we gaan doen met Kasper Ackerman. We hebben hier in ieder geval een betere exit dan de Spanjaard. We komen in de slipstream. Kunnen we hier dan ook aanvallen? Nee, we zijn net te ver weg. Maar kunnen hier dan wel... binnen doorkruisen bij de Spanjaard. En dat is mooi P7. Dat is goed gedaan. DRS beschikbaar gesteld. En nu kunnen we naar Charles Leclerc toe rijden. Sainz komt wel terug via die buitenkant. Maar we remmen laat in. Nou, Sainz remt ook laat. Maar hier is dan geen plek voor hem. En officieel P7 is van ons. De volgende heet dan Charles Leclerc. En daarvoor rijdt Kasper Ackerman op P5 rond. Groen in sector 1. En Ackerman heeft volgens mij Kvyat voor zich. You have P6.
Die dan een betere exit hebben dan Charles Leclerc? Nee, jammer. We keken wel. Lesmo 2 is gewoon gelukt. Moeten wel gaan verdedigen ten opzichte van Charles Leclerc. Akkerman en Kvyat hebben het met elkaar aan de stok. En Akkerman heeft die plek weer veroverd van Danny Kvyat. Maar wij hebben hier een betere exit dan de Rus. En nou, Akkerman geeft Kvyat een slipstream. Dat betekent dat er misschien wat spel in de rivaliteit zit. Die gaan we daarbij heel laat naar Akkerman toe. En P5 is tot nu toe van ons, want Akkerman komt terug. We hebben hier DRS, maar daar komt ook Danny Kvyat terug. Zit hier een beetje opgesloten, want we kunnen nergens naartoe. En Akkerman remt heel laat. Ah, wat doe je daar, jongen? Momentje op die curbstone. De auto glijdt een klein beetje weg. Hebben een groot moment overstuur. Dat is het goede woord wat ik wou zeggen. En hebben twee posities verloren aan Danny Kvyat en Kasper Akkerman. Dezelfde Akkerman klokt met diezelfde Kvyat voor P4. En Akkerman heeft een mooi via die buitenkant ingehaald. En wij profiteren gelijk mee. Voor Racing Point is het een 4-5 positie. Uitstekend. Maar ik wil meer dan een P4. Akkerman is hier dan de pineut. Nee, want hij remt gewoon laat. Heb je hier dan wel een betere exit? Hoop ik. Beetje op het gas. Klein beetje wielbengen met elkaar. We kruisen mooi naar zijn lijn toe. En Akkerman moet helaas opgeven. Dat is P4. De volgende heet dan Max Verstappen. Dat gat is inmiddels 5,7 seconden. Tot nu toe verloopt het enorm goed. We duiken naar binnen in ronde nummer 5 van de wedstrijd voor onze laatste pitstop om naar die medium compound te gaan. Langzame pitstop 3 seconden. Dat heeft ons gewoon heel veel posities afgeleverd, want we zijn gewoon extreem vroeg naar binnen gegaan en komen terug op P20, de laatste plek dus in de wedstrijd. Nu kunnen we op iedereen die voor ons rijdt een undercut proberen om nu heel hard te pushen en dan zien we dat alle andere jongens achter ons terechtkomen. Dat is heel vet als dat kan gebeuren en dat kan ook gebeuren, want we pushen als een gek. En dit belooft niet zoveel goed voor Nicolas Latifi, Kevin Magnussen, terwijl we daar gewoon een fout maken, dus dat moeten we niet doen. We moeten geen fouten maken. Dan komt het allemaal onze kant op. Daar hebben wij dan dus Nicolas Latifi. En P12 is van ons, want de rest is allemaal naar binnen gedoken en is achter ons terechtgekomen. Raikkonen, sorry, mijn fout, Magnussen en Akkerman moeten nog naar binnen. Paars in sector 2. Dat is goed om te zien. Er zit wel een Mercedes en een Red Bull zijn naar binnen gedoken. En komen wij voor Akkerman de baan op. Volgens mij wel. Dat gat is 10 seconden. Daar hebben wij dan dus Max Verstappen rijden. Die heeft ons ingehaald. En Akkerman hebben wij dus geundercut. Zitten in de slipstream van Max. Lukt dat? We hebben hier DRS. Dat lukt. We zijn er voorbij voor P3. Met nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. En daar bedoel ik mee ronde nummer 12 en ronde nummer 13. Momentje overstuur, maar het is niet erg. We nemen hier een andere lijn. Om Verstappen geen slipstream te geven. We zitten in ronde nummer 12 van de wedstrijd. En daar zit Verstappen mooi via die buitenkant. Hij is er voorbij. We kunnen helaas niet laat inremmen. Maar nemen die eerste bocht wel heel goed. En hebben hier een betere exit. Daar is weinig ruimte, maar toch vinden wij een
plek die er niet, gewoon niet is. En dat is nog steeds P3. Een podiumplek hebben wij in handen. Het gat volgens is 3,7 seconden. Laatste ronde loopt in Italië. Lewis Hamilton gaat denk ik de wedstrijd winnen. Maak hier een klein foutje bij die eerste bocht. En schiet hier gewoon bijt. Verstappen is er voorbij. En nu moeten wij met nog ongeveer 1/4 van de baan die plek zien goed te maken. We moeten dus onze focus blijven gebruiken. En nu moeten wij Verstappen onder druk gaan zetten. En dat doen we hier al. Maar maken een klein foutje. En dat gat is ongeveer 1/15. Is dat genoeg voor de DRS gedeelte? Kunnen wij daarmee naar Max toerijden en kunnen we dan ook gelijk een aanval wagen? Dat is de vraag. Heb je hier een betere exit dan de Nederlander? Gooi onze overtakeknop aan. DRS ingeschakeld. Verstappen verdedigt die binnenkant. Wij kijken mooi naar de buitenkant. En dat lukt. We zijn er mooi voorbij voor P3. Dat is goed gedaan. Een podiumplek in Italië. Wie had dat gedacht? Ik zeker niet. Moeten we nog wel gaan verdedigen ten opzichte van Max. We slingeren over het circuit om Max geen slipstream te geven. Lewis Hamilton wint de wedstrijd. Verstappen kan hier niet aanvallen. En dat betekent dat wij mooi P3 hebben binnengereden voor Racing Point. Weer een uitstekende wedstrijd. En dan gaan we ons opmaken voor de volgende aflevering. Okay, pick up rubber and bring it home. Well, 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 quite the rivalry forming between the rookie Aidan Jackson and his veteran teammate Casper Ackermann. Yeah, it reminds me a little bit of when Hamilton signed for McLaren back in 2007. And we all know how that one ended. Alonso returned to Renault pretty much the moment the season wrapped up. Well, let's hope it doesn't come to that. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Nou, de derde aflevering van Breaking Point zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse F2021 content zien van mij? Druk dan op de abonneerknop. Schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam zit in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F2021. Ga verder met My Team Career Mode en Breaking Point.